Ik heb gewonnen bij Junior Dance. En als je wint, dan krijg je eigen videoclip. En die zijn we hier aan het opnemen. Het winnen was echt super cool, want het was echt gewoon geweldig. Ik had het echt niet verwacht. En we hadden zulke goede dansers. Zaterdagavond kwamen mijn vriendinnen bij me slapen. En mijn broertje en zus sliepen er ook bij. En ze hebben nog even gedanst, taart gegeten. So fancy. You already know. I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. Ruimte was in een fabriek volgens mij iets met hout en ze waren hier net aan het vegen met stof, zeg maar. Omdat als ik dan met mijn voet op de grond stamp, dan gaat stof een beetje omhoog. Het is eigenlijk precies dezelfde act wat ik ga doen, alleen dan soms een beetje de andere kant op, zeg maar. Omdat ik deed mijn act een beetje, dat dance stuk deed ik een beetje naar het publiek, maar nu moet ik zeg maar naar de boksen doen. De bokser is vandaag Veronica. Ik vind het wel leuk om tegen haar te boksen, lijkt me wel grappig. Ja, ik ben de bokser tegen wie Chantal het opneemt. En ik moet zeggen, normaal gesproken zou ik niet in een ring met Chantal durven te staan. Maar nu zijn er mensen bij en zo, en weet ik dat het goed komt met mij. Dus nu ben ik safe. Ik heb net heel erg hard backstage nog eventjes staan opwarmen. Dat is heel erg nodig, want in een videoclip zie je het. Als je het niet goed doet, zie je het gelijk. En we hebben een hele goede regisseur die gewoon wil dat alles goed gaat. Dus ik heb daar even goed staan opwarmen en Chantal heeft me er ook bij geholpen. Ja, de videoclip opnemen ging best wel goed, want we hebben zeg maar dance al stukje gedaan. En ja, je moest goed in de camera kijken en goed je uitstraling doen. Ik denk wel dat het de videoclip heel cool gaat worden. Want ja, het ziet er wel cool uit, zeg maar, als ik het terug zie met al dat rook en al die stofjes die omhoog gaan en al het licht. Dus ik denk wel dat het resultaat wel goed wordt en cool.